Daar zien we de spelers van VVV op de trap. Op weg naar die andere trap. In een van de mooiste en meest sfeervolle stadions van ons land. En daar, onderaan de trap, staat de selectie klaar van het seizoen 71-72. En die vormen een erehaag voor de spelers van VVV en ook voor die van Emmen. Zij waren de eersten die een heel seizoen speelden in de Kool. Wat wil je nog meer als je profvoetballer bent? Dan zijn dit echt heerlijke omstandigheden. 4 wijzigingen in de basis van Luhukay. Basisplaatsen voor Pagonik, Koklin, El Azrak en Roemer. Geen Braken, die zit op de bank. Venema in de spits. 4-2-3-1 formatie. Schrooien vanaf rechts. El Azrak is de meest aanvallende middenvelder. Opstelling van Emmen. Zonder Veldmaten, die dus ziek is. Zonder Romani, enkel blessure. Van Ooyen is de tweede spits. Die speelt om Gashouche heen. Lusayadio speelt als rechtsback. Veendorp naar het centrum. Speelt daar samen met de man die daar altijd is, Araujo. Vlak is vrij bij de tweede paal. Krijgt hem hier op zijn knie. Goed werk van El Azouzi. Hé, dat is een overtreding en een strafschop. De scheidsrechter legt hem op de stip. Het gebeurt helemaal in het hoekje van het strafschopgebied. Maar hij kent geen twijfel. En een hele snelle penalty voor Emmen. Dit is wat er gebeurt. En dan is het er binnen. 2 goals tegen Volendam. Afgelopen maandag. Nu Gashouche. Dat is wel erg wild geschoten. Zo ontsnapt VVV aan een 1-0 achterstand. Gashouche laat een ideale kans liggen. Venema, handig hier. Is dit buitenspel? De bal gaat naast. Wat een kans voor Kees de Boer. Ik weet niet of er gevlacht is voor buitenspel. Hier zeker niet. Nee, het was geen buitenspel. En dan raakt hij de buitenkant van de paal. Zo is VVV ontsnapt. Omdat Gashouche de penalty miste. Maar is Emmen nu ook ontsnapt aan een tegengoal. En aan een achterstand. Van Ooyen. Rui Mendes komt vrij. Paas komt eigenlijk te laat. Er is wel aansluiting van de kant van Emmen met Asenoun. Gashouche. Gashouche. En in de korte hoek de redding opnieuw van Van Krooi. Het is nog wat rommelig. Ja, spectaculaire openingsfase met die gemiste strafschop van Gashouche. Hier is de vrije trap. En die kopbal is niet zo slecht. Kopbal van Koklin. Venema met 2 man in zijn nek. Dat verliest hij. Lusayadio en Araujo. Araujo is er met de bal vandoor. Van Ooyen. Lekker schot. En een goede redding van Van Krooi. Kezaja Veendorp. El Azouzi. Mooie paas zeg van El Azouzi. Asenoun. El Azouzi. En dan zit er een speler van VVV tussen. Dat is Van Rooyen. Hier gaat Azrak. Rayan El Azrak. Komt Veendorp tegen. El Azrak. Eindelijk weer een schot op doel. Eindelijk weer eens werk aan de winkel voor Michael Brouwer.
Jansen. Venema. Sterk. Araujo. Maar die maakt Hens. Vrije trap snel genomen. Dat mag dan niet. Venema begrijpt er niets van. Het wordt schitterend afgemaakt overigens. Maar het doelpunt telt niet van Schrooien. Araujo dacht zelf aan een vrije trap. Die komt er niet. En dan heeft hij Hens gemaakt. Grijpt hij snel naar zijn knie. En let op Venema. Die neemt hem heel snel. Maar dat mag dus niet van scheidsrechter Martin Perez. Van Krooi bokst hem weg. Countermogelijkheid VVV. El Azrak aan de bal blijven. Ja, dat doet hij voortreffelijk. Speelt Rui Mendes uit. El Azrak. Op snelheid. Venema, maar die moet wel erg ver naar de buitenkant. Duel met Veendorp. Venema. Dat is prima. De Boer. El Azrak is vrij, maar de Boer ziet het niet. En nu kan Emmen weer. Kokling grijpt in. Geen controle bij Schrooien. Daar gaat Gashouche. Wat een mooie paas. Geen buitenspel. Gashouche doet hij het nu wel. Hij schiet hem naast. Het is nog niet zijn wedstrijd. Gashouche. Trekken en sleuren. Raakt de bal niet lekker. VVV begint niet echt overtuigend aan de tweede helft. Veendorp. Daar komt Burnett. Roemer gaat in de fout, maar Burnett profiteert niet. Venema biedt zich op het juiste moment aan. Afgetroefd door El Azouzi. Gashouche. Dat is een lekkere bal. Daar gaat Rui Mendes. Maar sterk verdedigd door Coquelin. Daar leek wat te halen voor Emmen. Het kabbelt voort in de tweede helft. Zonder dat er nou echt kansen ontstaan. Niet voor Emmen, niet voor VVV. Rui Mendes. Gashouche. Rui Mendes legt klaar. Dat is een kans voor Emmen. De eerste in de tweede helft. En hij is weer voor Gashouche. El Azrak. Eindelijk gaat het wat sneller bij VVV. Pagoniek. Het ziet er gevaarlijker uit dan dat het is. Bal is weer voor Emmen. Burnett. 25 minuten nog. Vrije man hier. Ja, als je hem goed aanneemt is het een grote kans. Dat is het nu niet. Toch een geschot. En dat gaat naast van Apau. El Azrak. Emmen wil weer tempo maken. Paas van Vlak. Is er toch weer één om in te lijsten. Nu dan Rui Mendes. En daar is het doelpunt voor Emmen. Met nog een kwartwedstrijd voor de boeg. Is daar de voorsprong voor de koploper in de keukenkampioendivisie. Een doelpunt dat voor een groot gedeelte op naam komt. Van Jari Vlak. Heerlijke paas. En Rui Mendes maakt het af. Tiende doelpunt van het seizoen. Wat een fijne trap zeg van Jari Vlak. Dirks kan het niet repareren, Sam Dirks. Die zet nog wel alle zeilen bij, maar dan valt die bal perfect eigenlijk voor Rui Mendes. Die nu in 4-op-1 volgende wedstrijden heeft gescoord. Maar veel belangrijker is natuurlijk de voorsprong voor de ploeg van Lukien. Vlak. Mitch Apau. Nam hem niet goed aan, maar kan dat corrigeren. Tufiki. Rui Mendes.
Gashoush probeert aanspeelbaar te zijn. Het levert uiteindelijk een kans op voor Tufiki. De bal is nog los, maar nu niet meer. Nu heeft de keeper hem. Delano van Krooi. Nogal onoverzichtelijk. Geen makkelijke kans natuurlijk voor Asenoen. Dit is een schot tussen de palen. Daar heeft Brouwer nog wel wat moeite mee. De poging van Dirks. Het is in ieder geval iets van de kant van VVV. 88ste minuut. Een gelijkmaker verdient VVV niet. Ook al is het een feestelijke middag. Met het 50-jarig bestaan van de Koel. Het mag geen aanspraak maken op een punt. Maakt Emme het hier af. Gashoush. El Azouzi, maar het wordt niet afgemaakt. Komt er nog een kans voor VVV in de extra tijd? Wat een fout hier van Dirks. En dan is het wachten op de 0-2. En die is hier. Het wordt afgemaakt. En goed ook door Tufiki. Die goed invalt. En hier profiteert van de fout van Sam Dirks. En weer gaat Emme winnen. Eindigt het in 0-2. Dik verdiende overwinning voor koploper Emme. Vierde overwinning op een rij voor de ploeg van Lukien. Echt makkelijk ging het nou ook weer niet. Zeker niet in de eerste helft. Maar in de tweede helft gaf Emme helemaal niets weg. Creëerde VVV geen enkele kans. En dus gaan de punten mee naar Drenthe.